Belde dat theater naar mij. Vind je het goed als er een doventolk bij komt? Want iemand in het publiek heeft dat gevraagd. En ik zei, ja, tuurlijk. Maar dan wil ik ook met die doventolk samen dat voorbereiden. Want ik vind dat voor de personages al kon maken en zo. En ik vond dat zo leuk om te doen. Wij allebei vonden dat zo leuk om te doen. Dat we zeiden van, maar nou gaan we een voorstelling maken die wij samen maken. Dus niet eerst ik alles, het verhaal maken en dan vertalen. Maar gewoon samen werken aan dat verhaal. En zo is het gekomen. Telling, ja, gewoon weer verbeteren. Hij kan ook nog heel anders. Dus wij horen ook graag wat er anders kan. Ja, dat nee, dat verhaal gaat verder. Ja, zeker. En voor jonge kinderen, voor oudere kinderen, grotere kinderen, voor volwassenen. Dat vinden we allemaal enig. Wat ik heel erg leuk vind, is voor jong en oud door elkaar. Dank jullie wel, zegt Daniel. Graag gedaan. Het is klaar. Oh.